Ik ben een aantal weken geleden op reis geweest naar Afrika en dat was superleuk en ik heb daar natuurlijk gefilmd en dat ga ik jullie ongetwijfeld laten zien en dat gaat nu gebeuren. Geniet van de video. The Sentinel can identify both organic and inorganic materials. We zitten in het vliegtuig. Wat doen we? Naast mij zit Eddie. Aan de andere kant. Niemand. Die rode koffer is van mij. Oh, wat goed. Hoppakee. Hé, hij slaat er gewoon op. Hij slaat op je koffer. Dankjewel. What are those? Die man heeft een soort van raar geweer bij zich. Will, look right here. Lekker eten bij 3 Chicks. Hoe kan deze deur goed zijn? Thank you very much. Diner zit in het maagje. We gaan nu vanavond nog iets doen. Ik heb geflauwd. Hey, wat? Ik word helemaal lijp van. Bye bye. We gaan naar de Fashion Week in Gambia. Deze man is sowieso fashion. Fashion als een malle. Anje Robbe, je bent toch... Veren, dan denk je, een 19-jarige jongen in Gambia, die gaat allemaal chicks versieren. Kijk dit. Zwembad. Oh, catwalk op. Oh. Do you know Doutzen Kroes? Okay. Doutzen Kroes? Nah, I did not know. Do you know who Doutzen Kroes is? Okay, thank you anyway. Bye bye. Nog steeds geen Doutzen Kroes, dames en heren. Vandaag gaan we weer iets doen waarvan ik niet weet wat we gaan doen. Ik heb zin in het onbekende, het wordt epic. Stop. Die boot gaan we zo pakken. We zijn op de boot. Let's go! Nee, mensen zijn een beetje... Para. Een beetje bara hier. Para over camera's. Beetje para, para. Je hebt jezelf echt 5 seconden te filmen en je wordt er aangesproken. Okay, ik denk ook dat het een manier is gewoon om... aandacht te trekken. Ja, en ook om geld te krijgen. Oh, ja. Jij hebt iets gedaan, nu ben je me wat verschuldigd. Ja. Nou Eddie, je hebt me een paar keer gefilmd net. Ja. Ik wil graag geld. Hoeveel verdien je nu? Wat was het ook alweer hier, alsjeblieft? Dankjewel. Businessman, businessman. We zijn nu wel echt classic, middle of nowhere, Afrika. Hallo! Je merkt ook gewoon echt, we zijn echt een uur van de kust afgereden. Dus we gaan steeds meer land inwaarts. En het is hier dus ook echt fucking heet. Jongens, we zijn omsingeld. They are everywhere. Goed, we zijn aangekomen na iets van 3 uur lang rijden door de middle of nowhere. We gaan zo met een bootje naar Kunta Kinte eiland. Het heeft allemaal wat te maken met slavernij, jullie gaan het allemaal zien. Kunta Kinte eiland, dit is onze boot denk ik. Oh, hier. Yeah. We zijn dus op Kunta Kinte eiland. Kunta Kinte was een slaaf die toen hij in Amerika aankwam weigerde om een andere naam te nemen. Super indrukwekkend hier op het eiland. Alleen hier staat een toren en die vraagt er echt om beklommen te worden. I think I can climb on that tower. Yes, you happen to be a very good climber. I am. Yes. No okay. Problem. You can try. Let's do this. I made it. Oké, ik ben bovenop. Eerst wat ik zie. Sikke spin, jongen. Holy shit. Ik leef nog. Missie volbracht. Op naar het volgende eiland. We zijn net aangekomen bij een hotel. We weten niet of het een tof hotel is, dus we gaan even checken of we hier kunnen pitten überhaupt. Maar wat zijn de andere opties? Ja, hoe ver is nog jij naar die andere? Die
Die andere is wel een resort, toch? Nou, dat doen we niet. Want we hebben twee kamers. En daar zit iemand anders. Jongens, dat werkt niet. Nee, laat maar. Ik moet laat. Het resort, dat waren geboekt. Die boekings staan nog steeds. Alleen de veerboot gaat niet meer. Omdat we dus blijkbaar te laat zijn om daar nog te komen. Dus nu moeten we een ander hotelletje fixen. Maar het kut is gewoon dat we de camera's niet kunnen opladen. En als dat niet kan, dan geen video's meer voor jullie. Sorry. Nou, dit is hotel nummer 2. Eddie, kun je niet gewoon stroom aftappen van dat lampje op je hoofd? Ja. Oké, dames en heren, goed nieuws. Op een of andere manier. We gingen een beetje bellen en uiteindelijk zeiden onze grote vrienden van, weet je wat, misschien kunnen we wel iemand bellen die iemand kent die een neef heeft en een broer en een vriend die toch die boot kan laten gaan. Dus volgens mij gaat dat nou gebeuren. Kortom. Nice room. Thank you very much. High five. Good night. Goedemorgen. Het is zondagochtend. Dag 3 in Gambia. En ik ben er klaar voor. Morning. Ik ga kijken of ik hier kan douchen. En dan is het dan weer tijd om op te blijven. Je hebt niet eens licht in deze badkamer. African experience, no luxury. Ja, I'm good. High class badkamer, you know about it. Kijk of we water hebben. School. Het feit dat dit op de grond ligt, kan niet kindvriendelijk zijn. Goed, ik heb geen idee wat we vandaag gaan doen. Okay, let's get on. Morning. Oh, ja. Rest in peace, lizard. Geen krokodillen gezien, geen nijlpaarden gezien. Wel leuk. Alright, thank you guys. See ya. Niks zou rustgevend als thuiskomen bij Eddie. Fucking veel gereden vandaag. En eigenlijk heel erg weinig gedaan, maar goed. Goedemorgen, Gambia. De laatste dag in Gambia is aangebroken. Ik ben net wakker. Ik had geen idee hoe laat ik eruit moet. En ik snap nu nog steeds niet of ik te laat ben, of dat ik nog geslapen heb, of ik moet haasten, of dat ik gewoon rustig aan kan doen. Producer van het hele gebeuren vraagt zich af of ik me heb verslapen. Dus ik denk dat ik er nu al ergens had moeten zijn. You okay? Very okay. Let me show your toothbrush. Enjoying my toothbrush. Dit is een tandenborstel. Ik vind dit niet kunnen, Eddie. Kinderarbeid. Kinderarbeid? Regel gewoon even een normale camera, man. We zijn onderweg naar de krokodillen. Ik rock deze ketting nog steeds. Dat was een cadeautje van Eddie. Ik doe hem niet meer af. Ja, hoor die tillen. Kom aan staan hier. Hey, makker. Hey, makker. Mooi aan deze krokodillen is dat je gewoon voelt dat ze echt vol zitten met voedsel. Dat is vis in dit geval. En dat ze daarom dus ook helemaal geen zin hebben om iets te doen. Dus je kunt ze echt gewoon pakken, grijpen en rondslingeren. En uiteindelijk hebben ze helemaal geen zin om je te pakken. Hallo. Hi. En dat was het avontuur alweer. Goed, ik wil een aantal mensen bedanken voor dit fantastische avontuur. Eddie Zo natuurlijk. Eddie, het was een eer om samen met jou lekker te genieten aan de andere kant van de wereld. En ik wil de mensen van Wonder bedanken. En nu vraag je ongetwijfeld af, Kelvin, wat is Wonder? Is dat een... Mijn schoolmeester heette vroeger Wonder. Nee, Wonder is een reisplatform waarop steeds verschillende mensen naar een verschillende plek gaan zonder dat ze dat weten en allemaal leuke dingen gaan doen. En het is één groot feest. Er komen allemaal afleveringen van en die kun je zien op dit kanaal genaamd Wonder of in de beschrijving staan alle linkjes. En daar zie je dus mij met Eddie naar Afrika gaan, maar ook andere mensen zoals Giel van Stuk TV, JJ Boske, Tesmil, allerlei mensen die naar plekken gaan op reis. Doe het. Het wordt fantastisch. Ik zie jullie dinsdag weer. Love you, all of you. Abonneer op mijn kanaal. Het is leuk. Duimpjes zijn top. Let's go! Oké, de eerste selfie die ik ga nadoen is van... Oké. Oh, dit wordt wel top. Dit wordt top. Ik zie hem nu al. Ik voel hem nu al. Ik heb mijn grote vriendin staat hier achter. Net. Daarom dat ik het vandaag ga hebben over kut-YouTubers. Ja, ik kwam gewoon heel veel YouTube-kanalen tegen die ik gewoon niet leuk vond. En waarbij ik dacht, yo, what the fuck doe jij hier überhaupt? Zijn jullie er klaar voor? Ik wel.